Hoi, leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie. Ik heb de afgelopen maand juli, best wel wat kleren ontvangen en gekocht. En die ga ik dus allemaal laten zien. Als je me nog niet volgt, doe dat dan even. En like deze video ook, daar maak ik me heel blij mee. En ik ga vooral gelijk beginnen, want anders duurt deze video weer ontzettend lang. Ik heb voor meerdere producten kortingscodes. Die zal ik helemaal aan het eind van de video aan jullie laten zien. Dus let's go. Ik ga beginnen met kleren die ik heb ontvangen. En dat zijn namelijk kleren van Naked. Dit is nu al mijn vijfde samenwerking met Naked volgens mij. En ja, I just love Naked. Ik bestel daar zelf ook altijd mijn kleren. Ik vind het heel fijn dat ze ook een sustainable lijn hebben op dit moment. Dus vandaar. Als eerste item heb ik deze groene jurk. Ik zal het ook even hiernaast laten zien. Dit is een maxi jurk. Een soort groene gebreide stof. Ik vind hem echt super mooi. Hij is alleen wel te lang voor mij. Ik ben 1,64 meter. En de bandjes zijn heel fragiel. Dus hou daar een beetje rekening mee. Maar het is wel echt een prachtige jurk. En dan heb ik ook deze zwarte fantastische jurk. Ik vind hem zo mooi. Hij heeft echt een hele mooie stof. Ik had eigenlijk verwacht dat ik deze jurk niet zo mooi zou vinden, omdat ik niet echt jurken draag. Maar hij zit echt perfect. En door die rafeltjes lijkt, ja, zie je ook heel weinig aan vetrolletjes en dat soort dingen. Dus het is echt een prachtige jurk. Ik laat gelijk de allermooiste items zien, want daar zijn jullie hier natuurlijk voor. Maar dit is echt een dream. Dat is deze. En als je me volgt op Instagram heb je hem ook al voorbij zien komen. Het is zo'n mooie jurk en de stof is echt heel mooi. Hij schijnt dus wel een beetje door, maar als je hem aan hebt zie je dat niet omdat het heel gerafeld is. Dus dat zorgt ervoor dat je, nou ja, dat heel veel een beetje wordt weggewerkt. Ik vind dit echt een van de mooiste jurken die ik van Naked heb. En dit is ook zeker een keeper. En nu maar hopen dat ik hem binnenkort aan kan doen. Dan heb ik ook deze hele mooie blazer. Het is een beetje een oversized blazer. Met wel padding erin. Het enige wat ik een beetje jammer vind, want ik wil heel graag een beige blazer, is dat de kleur vind ik niet echt matchen met mijn huid. Dus ja, misschien dat ik hem dus nog in het zwart haal dan. Of in het wit hebben ze hem volgens mij ook. Maar hij zit wel echt heel mooi. En hij is ook best wel lang. Dus vind jij dit een hele mooie blazer? Hou dan even mijn Vinted in de gaten. Want ik denk dat ik hem binnenkort op Vinted ga zetten. Omdat de kleur is gewoon net niet. Dan heb ik van Naked ook deze heerlijke jeans. Hoe tof is dit? Ik wilde eigenlijk ook het jasje wat erbij hoorde. Maar die was op dat moment uitverkocht. Ik weet niet of ze hem nu weer terug hebben. Maar deze broek is dus een soort, zit een soort whitewash patroon in. En hij is sustainable. Dus dat is ook altijd heel goed. En hij is of course weer te lang. Dat heb ik met alle Naked broeken. Maar die laat ik dus altijd inkorten. Dan heb ik als laatste item dit t-shirt. Er staat op Serene, Peace and Harmony, wat ik natuurlijk helemaal ben. Maar ja, je kan nooit te weinig basic t-shirts hebben, dus ik ben hier gewoon heel blij mee. Ik vind het een heel fijn shirt. En over fijne t-shirts gesproken. I don't know if you can see. Maar dit is een t-shirt in samenwerking met 94. We hebben 2020 Jewelry, dus ons bedrijf, en 94 t-shirts gemaakt. En die verkopen wij, denk volgende week, in onze winkel. Dus stay tuned, want ik ga het sowieso op social media zetten. Voor de andere mammies die kijken. Ik vind dat Naked echt hele mooie kwaliteit kinderkleding heeft. Ze zijn sinds kort pas begonnen met kinderkleding verkopen. Maar het is gewoon heel mooi. Gewoon lekker katoen. Echt een super mooie stof en niet duur. Dat vind ik voor Judah bijvoorbeeld wel een beetje belangrijk, want deze jongen die gaat zo slecht met zijn kleren om. Wat ook heel begrijpelijk is hoor. Hij moet gewoon lekker zijn ding doen. Maar dit is dus ook Sustainable Kids by Naked. Dus heel erg tevreden mee.
Dan heb ik verder een keer iets bij de Zara gekocht. Ik koop eigenlijk geen kleren meer bij de Zara. Althans, ik probeer geen kleren meer te kopen bij de Zara. Zara heeft echt hele mooie, leuke kleren. Alleen vanwege alles wat er omgaat met dat het totaal niet sustainable is. De Oeigoeren. Ja, ik vind het heel lastig, want bijna overal verkopen ze dat soort kleren. Maar Zara staat er toch wel een beetje bekend om. Dus nu heb ik... Ik liep langs en ik zag deze in de sale, volgens mij. Of geen sale. En volgens mij was het sale. Ik dacht, ik moet hem hebben. En dat is dit jumpsuitje. Zo lekker om in de zomer dit pakje aan te doen. Met gewoon een bikini eronder. Of ja, ik vind hem gewoon echt heel fantastisch. Dan heb ik ook twee items. Ik heb heel goed mijn best gedaan bij de H&M gekocht. En de eerste is een maxi-jurk. Het is een soort bruine, ook gebreide maxi-jurk. Ik vind hem gewoon heel mooi omdat hij heel simpel is. De kleur is heel mooi. Een maxi-jurk is gewoon altijd handig en fijn om gewoon lekker aan te doen als het warm is. Niks eronder. Hoppa, doe je dat even aan als je boodschappen gaat doen, bij wijze van. Ik heb deze hele leuke jumper. Zo noem je dat toch? Een Spencer, een jumper. Hij is cropped. En omdat het dus al soort van herfst is, bijna herfst, dacht ik dit is wel leuk om in de herfst met een overhemd te dragen. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. En dan zagen jullie bij de broek van Naked dat ik een topje aan had. En dat is deze. Ik ben helemaal into de gebreide, gekleurde dingen. Ik draag nooit kleur. Dus als je voor het eerst kijkt, dan heb ik echt ontzettend veel kleur gekocht voor mij doen. Deze is van Dames Online. Dit is de eerste keer dat ik bij Dames Online heb besteld. Ik heb een grotere bestelling gedaan. Maar, I'm gonna be honest. Ik had nog een jurk erbij. Ik vond de kwaliteit niet zo mooi. En voor die prijs vond ik dat best wel zonde. Want het was heel erg een nylon stofje en daar hou ik gewoon niet zo van. Ik wil gewoon wel dat het lekker voelt. Dus die heb ik teruggestuurd en deze heb ik dus wel gehouden. Maar dit is gewoon een hemdje. Ook wel een soort van nylon stofje volgens mij. Maar een hemdje kan niet veel kwaad. We zijn heel snel door de kleren gegaan. Nu heb ik nog twee accessoires en nog iets anders wat ik heel graag wil laten zien. Maar ik begin even met shoes. Ik heb ze al aangedaan. Maar dat zijn deze. Aan de binnenkant een oranje swoosh. En de zool is dan ook oranje. En kijk, crazy. Het is gewoon een spons. Maar ik heb al eerder verteld dat ik helemaal into orange ben op dit moment. Orange en green. Dus daar hoort natuurlijk ook een tas bij. Jawel. Deze is van de Bershka. Gewoon een oranje tas. Gewoon leuk om erbij te hebben. Wat was die? 10 euro of zo, dacht ik. Dan wil ik jullie dit nog heel even laten zien, omdat ik hier een kortingscode voor heb. Ik heb al een tijdje geleden deze product van Sacha Jouan aangeschaft. En deze parfum van Tom Ford. Ik heb hem ook al eerder laten zien. Maar al deze producten komen van Lyko. Lyko.com. Dat is een site waar ze... Het lijkt een beetje op John Beren / Douglas. Ze hebben alles. Alles van parfums, kinderproducten, damesproducten, haarverzorging, gezichtsverzorging, make-up. Alles wat je zoekt, hebben ze daar. En ook merken, maar ook gewoon Essence en Catrice bijvoorbeeld. Maar nu heb ik daar een kortingscode voor jullie. Dat is Julia20. Daarvoor krijg je 20% korting op alles. Dus ook op de parfums. Dus ja, shop ze, zou ik zeggen. En dan het allerlaatste. En ik ben hier zo blij mee. Ik heb dit gisteren gekregen. Als een, laat maar zeggen, PR pakket. Maar dit is iets wat ik dus al heel lang wil. I'm gonna show you. En jullie zullen vast denken, oh my god, wat is dit? Ik kijk al eens de video's van Dylan. Zij doet make-up en skincare en ze is echt prachtig en tegenwoordig ook vloggen. Maar ik zag dat zij haar skincare altijd in een koelkastje bewaart, omdat het dan beter is. Nu had ik aan Eddie gevraagd,
van, mag ik ook zo'n koelkastje? En hij zei van, nee, waarom ga je koelkast gebruiken voor je skincare? Gebruik gewoon een grote koelkast. Is toch helemaal nergens voor nodig? But... Ah, my god! Kijk hoe prachtig dit is. Het ziet er zo uit van binnen. En je kan het middelste... Oeh, voorzichtig. Je kan dit dus ook eruit halen, zodat je je grote flessen kan neerzetten. Maar hij wordt dus koud of warm. Dat kan je dus zelf instellen. En ja, dan kan je gewoon je moisturizer, je toners, je serums die koud horen. Net zoals vitamine C serum hoort eigenlijk koud bewaard te worden. Dat wist ik niet. Dus mijn vitamine C serum is alweer helemaal... Ja, die kan ik weggooien in principe. Maar die kan je dus hierin doen. Je gua sha, je jaderoller, alles. Zodat het lekker koud is. En dan ben je 's ochtends, als je dan je skincare routine gaat doen, voelt het gewoon lekker koud, verfrissend. Word je gelijk wakker. En het design is ook gewoon prachtig. Ik ben hier zo blij mee. Dus dit is van Marber. Ik zou ze even hieronder taggen. Ik zou ook de link erin doen. Mocht je het graag willen, dan ja... Zo leuk. Dus dit was de shoplog. Ik heb natuurlijk de codes voor jullie. Dat is JuliaSarda20 voor Naked. Voor 20% korting. Dat geldt op bijna alles behalve merken zoals Calvin Klein, Levi's en Mango. En dan heb ik nog Julia20 voor Lyko. Voor dus al deze verzorgingsproducten. Vond je dit een leuke video? Vergeet dan vooral niet te liken, abonneer en... hartjes in de comments. Laat ook even weten wat je favoriete item was. Voor mij is het zeker die groene jurk, de broek en de zwarte jurk en die andere groene jurk. Okay, I can't choose, maar misschien jullie wel. Dus dankjewel voor het kijken.